Vandaag gaan we van start met het onderwerp rampenbeheersing, omdat vandaag in het kader staat van de Internationale Dag voor het Verminderen van Rampenrisico, welke een gelegenheid is om vooruitgang te erkennen die wordt geboekt bij het verminderen van rampenrisico's en het verliezen aan levens. Vandaag hebben we de directeur van NCCR op bezoek, althans te gast in de studio. En met de heer Jerry Sleengaard gaan we een beetje van gedachten wisselen als we praten over deze belangrijke dag. Als u dat mij vraagt. Heer Sleengaard, goedemorgen en welkom in Mantendaki. Goedemorgen. Ja. Glad to be here. Mooi zo, man. Als we praten over zeg maar, deze belangrijke internationale dag. Als we het hebben over het verminderen van rampenrisico's. Waaraan zouden we moeten denken? Laten we zo beginnen, heer Sleengaard. Ja, laat me speciaal danken voor deze gelegenheid, omdat het van belang is om tenminste één keer per jaar wereldwijd aandacht te besteden aan rampen en zaken die eventueel op ons pad kunnen komen, waarvoor we meestal niet helemaal zijn voorbereid. En ik denk dat ook internationale organisaties zoals de VN dat hebben ingezien. En uiteraard één dag in het jaar, en in dit geval is het 13 oktober. Dus 12 oktober. Ja, 13 oktober is de dag. Oh, inderdaad, ja. Vandaag zijn we dus 12 oktober. Maar op die dag is het dan een internationale dag voor disaster reduction. Dus dat wil zeggen, wat gaan we doen om rampen te verminderen? Ja, alle maatregelen. En dit jaar is er een thema, dat is elk jaar zo, maar voor dit jaar is het thema governance. Ja. En governance, ik denk dat dat zeer toepasselijk is op Suriname. En ik denk dat we later in het gesprek hoogstwaarschijnlijk even erop zullen terugkomen. Maar het is wel van belang dat wij dus moeten zorgen dat wij als land voorbereid zijn om de negatieve effecten van rampen aan te kunnen. En het volk resilient te maken, dus het volk veerkrachtig te maken daarvoor. Ja. En ik denk dat we dus daar inderdaad heel erg hard mee bezig zijn. Ja. Je vraagt je af, heeft Suriname een nationaal rampenplan? Ik weet nog dat u actief bezig was om elke district zo'n beetje aan te doen, om te kijken hoe het staat met de diverse districtsplannen. Maar heeft Suriname een soort nationaal rampenplan? Ja, we hebben. Suriname heeft een nationaal rampenplan. Met betrekking tot... maar misschien moet ik uitleggen in perspectief wat precies wordt bedoeld met het nationaal rampenplan. Inderdaad hebben wij als Suriname hebben wij een algemeen plan van wat gaan wij doen als land. Hoe zijn we georganiseerd als land? Wanneer het komt op crisis, wanneer het komt op rampen, wat moeten we doen, wie zijn de actoren die in stelling komen, et cetera, et cetera. Ja. Uiteraard zal het duidelijk zijn dat de regering de eerste en de hoogste actor is. Zij zijn namelijk de verantwoordelijke voor het rampengebeuren in Suriname. Ja. En zij hebben dus als deel van hun werkarm, hebben zij dus het NCCR, die de nationale organisatie is op het gebied van rampen. Hoe ze werken, daar is er ook een manier voor. Hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. En laatstelijk hebben wij dat tijdens de watersnoodramp hier in Suriname hebben wij dat kunnen zien, hoe dat optreden is geweest. Ik ga straks toch een klein dingetje daarover zeggen. Maar wat wij dus verder hebben gedaan, om invulling en body te geven, handen en voeten te geven aan het Nationaal Rampenplan, is het zo dat Suriname niet alleen bestaat uit Paramaribo alleen. Suriname heeft een heleboel andere districten en bestuursresorten. En in zijn totaliteit hebben we 18. Dus behalve de 10 districten hebben we ook nog 8 bestuursresorten erbij. En voor al deze 18 districten en bestuursresorten hebben wij vorig jaar, dat is in 2020, hebben wij de districtsrampenplannen afgerond. En dit is gegaan met ondersteuning en met financiering van internationale organisaties zoals de UNDP. En uiteraard met heel erg veel hard werken van de diverse districten en de districtsbesturen zelf, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd hiertoe. Al deze rampenplannen van de districten en de bestuursresorten, tezamen met andere emergencyplannen, bijvoorbeeld als er plotseling een shortage is van water of als ze noemen maar op, al deze plannen gezamenlijk vormen het Nationaal Rampenplan van Suriname.
Dus in diervoegen zou je kunnen zeggen, we hebben wel een nationaal rampenplan. Maar men moet niet het idee hebben dat nationaal rampenplan betekent dat het ergens geschreven staat als één plan. Want anders zou het één groot boek worden. En als er iets mag zijn, zou je dus in principe heel erg veel moeite hebben je er doorheen te werken. Ja. Maar zo is de wijze waarop wij dus dit hebben opgebouwd. Ja, als we kijken naar de situaties in Suriname. En vroeger waren er een paar dingen een soort ver van mijn bed show. Zaken als rukwinden, zaken als overstroming, noem maar op. Maar nu zien we dat we vaker geconfronteerd worden met zeg maar, diverse vormen van rampen. Hoe moeten we hier naar kijken, directeur? Ik denk dat we, in mijn opinie, en we hebben wat onderzoek gepleegd wat dit betreft, is het te wijten aan een aantal zaken. Natuurlijk, er gebeuren vanwege klimaatsverandering, gebeuren er een heleboel zaken meer dan we vroeger gewend waren. Ja. Zaken als overstromingen, et cetera, die komen vooral overstromingen op gebieden waar het vroeger nooit zo is geweest. En het hardst wordt getroffen natuurlijk de kustvlakte van Suriname, omdat daar in principe alles gebeurt. We hebben daar zo landbouwgronden, tuinbouwgronden, onze groente wordt daar gekweekt. Maar we hebben tegelijkertijd ook de meeste mensen van Suriname wonen in het kustgebied en de diverse of de 7 districten die de kust uitmaken, de kustvlakte uitmaken van Suriname. Dat is één reden waarom we dus zien alsof er meer rampen plaatsvinden, meer problemen zich voordoen. Een tweede reden is natuurlijk het feit dat wij veel meer mogelijkheden hebben om social media te gebruiken, de technologie op het gebied van communicatie is vele malen verbeterd dan vroeger. Als je even in oogenschouw neemt, als er iets gebeurde vroeger in het binnenland, duurde het soms 2 weken, 3 weken voordat er bericht kwam naar Paramaribo. Tegenwoordig is het à la seconde, weet Paramaribo wat er aan de hand is. Ja. We hebben dus veel smart oplossingen nu voor de communicatie gevonden, de wereld dan, om dus deze boodschappen te geven. Dus het Suriname merkt onmiddellijk wanneer er iets aan de hand is. Niet alleen in Suriname, maar ook in de wereld weten wij dat. Dus ik denk dat dat de redenen zijn waarop het, als wij zouden moeten kijken naar de hoeveelheid aan rampen die we op dit moment registreren, het onderzoek waar ik naar verwees is, was het vroeger minder dan nu? Ja. En als het zo was, wat is de reden dus daartoe geweest? Maar feit is dus dat wij nu een betere en een snellere manier van communiceren hebben met elkaar. En twee, we leven in de kustvlakte waar bijna 80% van Suriname, van de mensen in Suriname wonen. Is dus daar woonachtig en als er daar iets gebeurt, dan treft het natuurlijk een heleboel mensen meer. Zaken als rukwinden, et cetera, overstromingen, maar ook andersoortige natuurrampen. Die zijn inderdaad te wijten aan hoogstwaarschijnlijk een groot deel hoor, climate change. Maar tegelijkertijd ook soms menselijk handelen en menselijk falen. Ja. Brengen die dingen teweeg. Ja. Straks zullen we een beetje uitweiden als we praten over menselijk handelen en falen. Maar als we nog blijven bij zeg maar, klimaatsverandering. Er wordt vaak aangegeven dat Suriname behoort tot de top 10 landen die het zwaarst getroffen zou worden indien er geen aanpak wordt gedaan als we praten over het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Een van de zaken is dat de kustvlakte van ons, u heeft daarover gesproken, dat het hard getroffen zal worden. En dat eigenlijk mensen genoodzaakt zullen zijn om te verhuizen en elders te gaan wonen. Welke zaken worden nu gedaan zeg maar, om inderdaad onze kustvlakte te gaan beschermen? Ik denk dat dit een heel goed punt is dat, dat gemaakt wordt. Dat van de kustvlakte is uiteraard springt gewoon in het oog, omdat gewoon daar de mensen wonen. Ja. Maar het is van belang om ook te weten dat in de kustvlakte het meest vruchtbaar gebied is. Het meest vruchtbaar gebied van Suriname is. En wat wij in principe moeten vasthouden is dat als we in elk geval ons moeten voorbereiden op zaken die zich eventueel zouden kunnen voordoen, dat we er rekening mee moeten houden dat in diezelfde kustvlakte, als er geen aanpassingen worden gepleegd, en soms kijk, als het iets is dat de natuur betreft,
dan kunnen wij in principe niets anders doen dan voorbereid zijn, dan ons alvast beginnen op te maken dat het kan gebeuren. Ja. Maar er zijn ook momenten waarop je dus zou kunnen zeggen van als we daar wat mitigatiemaatregelen doen, dan zou het best wel kunnen dat wij een heleboel leed minder zullen ondervinden daaraan. Ik denk dat we dus richting die kant op gaan. En op de vraag van wat doen we of hoe voorbereid zijn we? Inderdaad hebben wij dus door mensen aware te maken, bewust te maken dat de mogelijkheid er is dat er vanwege wat voor reden dan ook rampen zouden kunnen ontstaan. Dat we de mensen een beetje veerkrachtig maken. Mm-hmm. Dat we ze leren hoe ze zelf werkzaam moeten zijn om dingen te gaan doen in hun eigen omgeving. Als voorbeeld geef ik vaak dat je niet moet wachten op de overheid om die ijskast van je bij een overstroming, bij wijze van spreken, of gevaar van overstroming, dat je die ijskast op de grond laat, maar dat je het op stenen zet, et cetera. Dat je daar niet moet wachten tot de overheid het komt doen of tot NCCR het voor je komt doen. Ja. Als je kijkt naar wat wij vaker ook meemaken en telkens elk jaar meemaken, dat wij in elk geval NCCR, die vaak geroepen wordt bij rukwinden, om te helpen met het dak. Het is helpen, het is noodhulp geven. Maar in principe het beleid met betrekking tot als deze mensen getroffen worden, dat is beleid dat moet worden vastgelegd in regelgeving, wetgeving en daar zijn we dus inderdaad heel erg hard mee bezig. Om dus de regering, zeker in het themajaar van governance, om dus dat erdoor te krijgen hier in Suriname. Ja. Hoor ik u aangeven, heer Slinger, dat de overheid meer moet inkomen? Ja, ik zeg volmondig ja. Omdat wij denken dat de overheid van Suriname zich een beetje meer en een beetje structureler moet voorbereiden op mogelijke rampen. Uh-huh. En er zijn een tal van initiatieven reeds. Maar laat me dit zeggen. Kijk, er is een Comprehensive Disaster Management Program die wij bezig zijn te doen samen met SEDIMA. En die comprehensiveness zit hem in het feit dat bijvoorbeeld de overheid zich op alle niveaus en op alle gebieden moet voorbereiden op mogelijk optreden tijdens rampen. Bijvoorbeeld het leger, de politie, de diverse diensten als de brandweer, de geneeskundige diensten, etc. Die moeten zich daadwerkelijk voorbereiden op mocht er iets zijn en wat is hun rol. Maar een van de belangrijke zaken wat vastgelegd moet worden en dat gedaan moet worden, is dat er gecoördineerd moet worden opgetreden. Okay. En dat is bijvoorbeeld de naam van NCCR is Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. En het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing houdt zoveel in dat NCCR zelf geen rampenbestrijdingsorganisatie is. Maar we zijn een coördinerend lichaam die de diensten, de meerdiensten van de meer efforts van de diverse diensten gaat coördineren. Omdat alle, ik geef het voorbeeld van de brandweer, nou als er een huis in brand staat, dan kan de brandweer niet wachten op NCCR om te zeggen van, hey, ga dat huis blussen. Mm-hmm. Het is iets dat voortvloeit uit hun verantwoordelijkheid, hun dagelijkse verantwoordelijkheid. Maar wanneer bijvoorbeeld er een grotere effort nodig is, waarbij er ondersteuning nodig is, et cetera, zijn die diensten, die meer diensten, die worden dan gecoördineerd door de organisatie van NCCR, omdat wij dan kijken naar wat voor andere diensten kunnen ondersteuning verlenen daaraan. Mm-hmm. Dus ik denk dat daarin de overheid een belangrijke rol kan vervullen. Ik denk dat wij, als we kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden die wij hebben in Suriname, en ik laat me de COVID-pandemie nemen als achtergrond hiervan. Ja. Tegen de achtergrond van alles wat wij reeds hebben gehad en de zaken die wij op dit moment zien, climate change, noem het maar op, zien wij dat er een COVID-pandemie is. En jammer genoeg, we zien dat een hele zware druk legt op diverse sectoren van de overheid. Echter is het toch wel zo dat wij moeten kijken naar wat gaan wij als land doen om toch nog cruciale normale diensten te laten doorgaan. Ja. Dus het zal misschien niet op dezelfde wijze moeten doorgaan, maar het moet wel doorgaan. En een van de dingen, aangezien we toch over de pandemie praten, is natuurlijk de reguliere gezondheidszorg in Suriname. Daar wordt er steeds informatie over gegeven.
Maar je zult begrijpen dat als alles wordt overgenomen door de pandemie, door COVID, dan blijft er weinig ruimte meer voor het reguleren. Ja. En dat kan ook een gevaarlijke situatie vormen. Ja. Ik breng in herinnering dat we alleen maar in de maand oktober hebben we al 90 mensen die zijn doodgegaan. Ja. Ik vraag me af, wanneer hebben wij dit soort aantallen gehad? Ja. Toch? Dus eigenlijk moet het je een beetje wakker schudden wanneer je dit soort dingen ziet. En we zijn dus niet helemaal voorbereid als land, nog. En niet alleen Suriname, maar ook de wereld kampt meer mee met wat precies te doen. En dat is een van de zaken die NCCR ook... Dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Kunnen we dit ook plaatsen onder een ramp? Het is een ramp, ja. Het is een klassieke, interpretatie van wat wij zien als een ramp. Mm-hmm. Omdat het ons overweldigt. Een ramp ontstaat wanneer er meer... wanneer je overweldigd wordt door de activiteit of door die omstandigheid die er plaatsvindt. En je hebt niet genoeg middelen of genoeg mensen, genoeg personen, et cetera, die ingezet kunnen worden om dat te bestrijden. Mm-hmm. Het moment dat je wordt overweldigd, dan is er sprake van een ramp. En het kan klein zijn hoor, het kan thuis beginnen. Wanneer je overweldigd wordt thuis, je huis staat in brand, et cetera. Ik hoef niet uit te leggen dat dat ook een ramp is. Ja. Is het een nationale ramp? Nee, op dat moment niet. Toch? Maar we hebben ook van die nationale en in dit geval internationale rampen die plaatsvinden. Dus ik denk dat we daar goed aan doen om dat goed mee te nemen. Zijn we als Suriname, althans als Surinamers, genoegzaam bewust over, zeg maar, rampen? In elk geval zijn we beter bewust dan 15 jaar geleden, toen NCCR ontstond. Vroeg men me altijd van, hebben we NCCR wel nodig? Mm-hmm. Hebben we een NCCR wel nodig? Omdat, wanneer gebeuren de rampen in Suriname, noem het maar op. 15 jaar na dato zien we, eigenlijk hoeven we niet eens uit te leggen dat er rampen voorkomen in Suriname. We hebben onze porties genoegzaam gehad. Wat doen we ermee als we in de wetenschap zijn dat dit soort dingen ons gaan blijven overkomen en de severiteit gaat erger worden alleen? Dan moeten we ons voorbereiden. We moeten de mensen, zoals ik het zeg, veerkrachtig maken. We moeten de mensen leren hoe ze zelfs maatregelen moeten treffen om dat ze ervoor zorgen dat ze zelfredzaam zijn. Dat ze weten wat ze moeten doen als er iets gaat gebeuren. En ik geloof dat daarvoor wel heel erg veel plaats is op dit moment. We moeten dat zeker stimuleren en aanpakken. Ja. U had het over dat onderzoek. Ik kan me nog heugen dat u tijdens een interviewgesprek met de media aangaf van... dat is gebleken dat bepaalde structuren op de manier hoe onze huizen worden gebouwd, bijvoorbeeld. Dat bepaalde huizen geen ringbalk hebben, zijn niet voorzien van een ringbalk. Er wordt rekening gehouden met een heleboel aspecten. Hoe staat het nu, heer Slingaar? Is er een verandering daarin te merken? Er is wat verbetering gekomen daarin, dus structureel. U weet dat ik kan me nog herinneren toen ik dat heb gezegd, heb ik eigenlijk een beetje de vinger gewezen naar het ministerie van OW. Die hebben het opgepakt en ik moet zeggen dat de controle van tekeningen, et cetera, is veel strakker en beter geworden. Echter is het zo dat door de sociale en de economische omstandigheid van Suriname op dit moment mensen ertoe overgaan om, weet je, op alle mogelijke manieren hun eigen huizen bijvoorbeeld te bouwen. En de mensen die proberen vanwege die omstandigheden zo simpel mogelijk en zo goedkoop mogelijk te bouwen. Mm-hmm. Het volgende gevaar daarvan is, omdat wij vanwege climate change en vanwege andere omstandigheden meer rukwinden onder andere krijgen, dan krijg je dus dat er veel meer daken wegwaaien, omdat ze dus niet helemaal volgens de standaarden zijn gebouwd. Mm-hmm. En ik wil toch wel zeggen hoor, dat kijk, in het Caribisch gebied is het meest geteisterde gebied op het gebied van hurricanes, et cetera. Het Caribisch gebied heeft een zee aan informatie over hoe de daken het beste moeten worden vastgezet. En we hebben die informatie hebben we ook doorgestuurd naar het ministerie van OW. Alleen moet het natuurlijk ook wel in de standard operating procedures worden gezet. Mm-hmm. Van, hey, luister, als je een dak vastzet, moet dat op deze manier gebeuren. En we hopen dus dat dat inderdaad van de grond gaat komen. Mm-hmm. Ik wilde daarnaast toch een kleine opmerking nog maken met betrekking tot, u heeft eerder iets dat mij heel nauw aan het hart ligt, situatie aangehaald over de
positionering van Suriname wanneer we kijken in de wereld op het gebied van rampen. Wat gaat er met Suriname gebeuren? Mm-hmm. En ik kan u eerlijk zeggen, ik wil mensen niet bang maken. Ik heb een presentatie erover en ik wil die presentatie overal geven waar men erom vraagt. En dat is dus dat Suriname op alle gebieden, zowel op het gebied van de GDP, op het gebied van mensen die getroffen zullen worden, op het gebied van mensen, landbouwgronden die getroffen zullen worden, etc., is Suriname binnen de eerste 5 landen die getroffen zullen worden. Maar tegelijkertijd zijn in 2 van die 5 zijn wij op de eerste plaats. Zo. Dus Suriname moet, denk ik, er niet over peinzen om maatregelen te treffen, zodanig dat wij ons goed voorbereiden op mogelijke rampen die ons kunnen treffen. En die rampen zijn alvast geïdentificeerd. We weten dat we praten over, als we praten over natuurrampen, praten we over overstromingen, we praten over rukwinden, et cetera. Maar ook man-made, zoals we zo net hebben gezegd. Man-made is ook belangrijk dat wij kijken bijvoorbeeld naar de opslag van chemicaliën. Ik kan praten bijvoorbeeld over de opslag van ammoniumnitraat in woonwijken. Dat was laatst ook het geval, hè? Daar te Duisburgerland, dat je daar opslag had van chemicaliën. Je had daar inderdaad opslag. De president heeft na het voorval in Beirut, en ik wil misschien dat toch wel zeggen, maar kijk, in Beirut, de devastation die we daar hebben gezien, dat was ongeveer 2500 ton aan ammoniumnitraat. Dat reikt verschrikkelijk veel. Maar u ziet wat voor ravage het heeft aangericht. 11 kilometer rondheen, 70 meter gat geslagen, et cetera, et cetera. De Duisburglaan, daar hadden wij 5600 ton in 1 warehouse opgeslagen. Ja. En zo zijn er nog een aantal warehouses die precies in het midden van de, hoe heet het, van de woonwijken liggen. Goed, de president heeft op basis daarvan heeft hij een commissie ingesteld, een presidentiële werkgroep, die inventarisatie heeft gemaakt en die het mandaat heeft gekregen, om een heel breed mandaat heeft gekregen, om acties te ondernemen, et cetera. En die werkgroep werkt heel erg hard, ook al zeg ik het zelf. Alle ammoniumnitraat is verwijderd uit de Uraniumstraat, dus daar. Mm-hmm. Maar er zijn nog een paar plaatsen waar we dus nu de laatste hand aan leggen om die ammoniumnitraat weg te krijgen. We krijgen veel ondersteuning van de grootgebruikers, en dat zijn die internationale mijnbouwbedrijven, goudbedrijven. En anderen die werken dus ook hard om dus de zaken uit de binnenstad te krijgen, waardoor we dit soort taferelen niet zullen krijgen. Ja, hopelijk vandaag dan morgen. Precies. Heer Slingaert. Als we nog even blijven bij dat van natuurrampen, rukwinden voornamelijk, dan weet ik dat zorg en hulp werd aangegeven als een blok van, hey, let op, kan een hart zijn voor rukwinden. Als we praten over overstromingen, dan weten we dat het binnenland gekanaliseerd is geworden als een van de harden die het meest getroffen kan worden door overstromingen. We hebben deze informatie. Waarom komt er nog geen actie? Waar blijft het vaststeken? Eigenlijk stelt u me een moeilijke vraag, meneer. Nee, maar je denkt luid op na, toch? Van, als we weten dat bijvoorbeeld zorg en hoop, we hebben eerder aangegeven, u heeft het aangegeven, we willen niemand bang maken, maar het is meer bewustwording. Als we weten dat tijdens rukwinden dat zorg en hoop het hart getroffen kan worden, als we weten dat het binnenland tijdens overstromingen het hart getroffen kan worden, we weten dat diverse dorpen onder water komen te liggen, mensen kunnen niet meer daar wonen, alle scholen sluiten, het onderwijsproces wordt stopgezet, wordt onderbroken, een heleboel taferelen die zich afspelen, ja. Dan denk, ja, zou je ervan uitgaan, laat me niet zeggen ik denk, dan zou je ervan uitgaan dat we toch weten dat, luister dan guys, 1-1 is 2, 3 is comedy, we zijn niet bezig met comedy, dus we moeten wel een paar zaken in plaats brengen. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Maar hoeveel tijd hebben we? Ja. Want als u me de gelegenheid geeft, ga ik lang praten. Nou, te geven. U heeft volledig gelijk. Ik denk dat wij, we have come a long way already. Ja. De identificatie van wat waar kan gebeuren, dat hebben we ook helemaal in kaart. Laat me een voorbeeld geven, anders dan het voorbeeld dat u ook heeft aangehaald. Ja. Maar bijvoorbeeld de diepstgelegen gebieden in Paramaribo, dus de gebieden die het laagste zijn, ja.
Daar zijn de inundatiegebieden, dus dat zijn de gebieden die onder water zullen lopen bij elke kleine regen. Daar zijn, die dingen zijn bekend in Suriname. Mm. En ik moet zeggen dat een van de grootste plekken die dus in het diepst gelegen gebied van Paramaribo ligt, is het Academisch Ziekenhuis, mm-hmm. AZP. Mm-hmm. En de mensen zijn ook daarmee bekend. Dus, en ik denk dat als ik dat zeg, dat zullen mensen zich realiseren van, hey, luister, elke kleine regen inderdaad is daar onder water en dan inderdaad wordt het moeilijk, ja, om onze SEH, ja, daar zo te bereiken. Begrijp je dus? Er worden daar maatregelen voor getroffen. Maar nochtans zien wij dat in de hele binnenstad, vaak genoeg, alle lozingen en trenzen en open water verzamelplaatsen, die worden afgesloten en we zetten duikers en noem het maar op, waardoor het water eigenlijk nergens meer uitweg heeft om te gaan. Ja. Ik ben geen waterloopdeskundige, et cetera, maar we hebben echt goede mensen in Suriname die dat zouden kunnen doen. Alleen moet er uitvoering worden gegeven aan dat beleid. Ja. Binnenland. Een van de zaken die wij als NCCR hebben opgepakt en hebben ontwikkeld is een early flood warning system. Dat wil zeggen dat wij middels apparaten die wij hebben geplaatst, Talimedas apparaten, en we hebben dus op dit moment, op 23 plekken in het binnenland hadden wij die apparaten geplaatst. Waarom zegt u hadden? Heel even, waarom zegt u hadden? Omdat wij vanwege de, laat me zeggen, de, misschien moet ik het gewoon zeggen, soms vandalisme. Okay. Soms batterijen die zijn uitgeschakeld, de soms financiële constraints. Mm-hmm. Zijn wij dus niet in staat om al die apparaten meer aan de praat te houden. Okay. En de informatie krijgen we dan ook niet meer vanuit deze apparaten, waardoor wij precies weten wanneer het water stijgt, hoe ver het water stijgt. En we hebben dus ontwikkeld een bepaald systeem van meldingen, van binnenkomst van data, waarbij we dus precies kunnen zien waar de threshold is. Dus tot hier mag het water stijgen. Mm-hmm. En dan hebben wij een trendlijn kunnen bepalen. En die trendlijn geeft aan welke richting we opgaan. Gaan we richting opwaarts of gaan we richting neerwaarts? Ja. En die zaken samen, die zorgen ervoor dat er besluiten kunnen worden genomen. Waardoor dus mensen kunnen worden gemeld op een vroegtijdige manier. Kunnen worden gemeld van, hey, luister, ik hoef jullie niet te zeggen, onze Rifsabi, jullie weten het beter dan wij. Ja. Maar jullie moeten nu wel gaan naar hoger gelegen gebieden. Ja. Dat geldt voor binnenland, et cetera. Ja. En dat heeft een tijd heel goed gewerkt. We hebben een goed netwerk opgebouwd in het binnenland wat dit betreft. Maar wat wij de laatste keren hebben gezien is dat de kustvlakte is onder water gelopen. Ja. En mensen in Paramaribo Noord bijvoorbeeld, die zijn onder water gelopen en eigenlijk wist niemand wat ze moesten doen. Mm-hmm. Toch? Als het vloed is en als het extra hoog is bij het water, ja, wordt het water, ook al heb je pompen, zijn die pompen niet adequaat genoeg om alle water snel weg te halen. Dus we hebben soms weken onder water gezeten, omdat onze infrastructuur niet helemaal in orde is. En ik denk dus dat ik, als ik dit soort voorbeelden noem, dat wij dus moeten aangeven dat de overheid, toen u me vroeg, de overheid heeft de overheid een taak, dat de overheid hier een hele grote taak heeft, ja, om te gaan kijken wat moeten we doen om in elk geval deze mogelijkheden voor mensen, als het zich voordoet, om die te kunnen te mitigeren, dan wel omlaag te kunnen houden. Er zijn mogelijkerwijs, zijn er voorspellingen die kunnen worden gedaan. Okay. Onze meteodienst die doet echt haar best om ons aan te geven wanneer het gaat regenen, et cetera. Hoeveel regen gaat komen. We hebben samenwerking internationaal met ook de meteorologische diensten van het Caribisch gebied, et cetera. Dus er zijn voldoende mogelijkheden. Nu is het tijd, ik herhaal weer het thema van dit jaar voor DRR, en dat is dat de overheid het voortouw zal moeten nemen. Oké, heer Sleegaard, hartstikke bedankt voor dit moment. En we wensen u en uw organisatie heel veel succes toe met het mooie werk waarmee jullie bezig zijn. Ik dank u ook voor deze gelegenheid en ik wil dus het volk van Suriname echt een riem onder het hart steken door te zeggen van, luister, don't give up, laten we doen wat we moeten doen om in elk geval elke type ramp of pandemie te voorkomen.